En dan zegt hij tegen mij: ja, wat moet ik ermee? Ik ben nou echt alleen. 93 jaar. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grens. Henk Palm senior overlijdt van verdriet 5 dagen na de ramp met de MH17. Zijn naamgenoot Henk Palm bezoekt zijn graf in Roden. Even verderop liggen zijn nicht Erla Palm, haar man Rob van der Linden en hun kinderen Merel en Mark. Ze waren onderweg met de MH17 voor een vakantie op Bali. Je ziet op televisie dat er iets heftigs gebeurt wat op de hele wereld impact heeft. En dat blijkt dan ook een link te hebben met jouw school. Daar schrik je enorm van. Mark Palm had net 2 weken daarvoor de afscheidsmusical gedaan. En zijn zus Merel, 17 jaar, zat er eerder ook op school. De school plant voor de hele familie een herinneringsboom. Zo rouwt Roden vorig jaar om de vliegtuigramp. Ja, wij zijn echt hevig getroffen, zou je kunnen zeggen. Want 1 heel gezin, hè, 4 personen. En daarnaast nog 2 gezinnen waarvan de directe familie ook slachtoffer is geworden van de ramp. Nederland roept een dag van nationale rouw uit als de eerste 40 lichamen worden teruggevlogen. Ook in Drenthe hangen vlaggen half stok en staan mensen stil als ze aankomen. Emotioneel. Maar ze zaten er niet bij. De familie van der Linden Palm wordt later gevonden en in september in besloten kring begraven. Inmiddels zijn er spontane herdenkingen overal in het land. 298 kaarsjes in Assen. Een herdenkingsbijeenkomst in Roden. Ik heb ook mensen gesproken die zeggen: ja, ik ga daar niet naartoe. We kennen ze heel goed, maar wij willen daar niet bij zijn. Want dat hoort niet bij ons. En er waren ook mensen die de familie niet kenden. En toch aanwezig waren omdat ze iets van verdriet voelden wat ze op dat moment kwijt wilden. En vandaag is er weer een nationale herdenkingsdag in Nieuwegein. Een jaar na de ramp. Henk Palm gaat niet. Maar je mag op zo'n dag zoals 17 juli een keer bij stilstaan. Dat is verstandig. Je weet gewoon dat iedereen dat kan overkomen. Nou waren het een heel vliegtuig vol. Maar ik denk ook dat we in de nabije toekomst gewoon op onze eigen manier weer verder moeten. Maar vergeet het, doe je nooit. In Roden willen ze de ramp graag afsluiten om de gedachte eraan niet alles te laten overheersen. We planten de boom en daarmee blijven ze wel in onze gedachten. Zijn ze niet weg, maar we gaan nu weer verder. Want we moeten kinderen voorbereiden op een mooie toekomst. En dat hadden we met Mark en Merel hadden we dat ook graag gewild, maar dat mocht niet lukken. Ik vind dat de aandacht voor de MH17-ramp heel erg groot is. En ik wil niemand tekort doen, maar ja, het voelt ook een beetje als onrechtvaardig tegenover al die andere gebeurtenissen die heel verdrietig zijn gedurende zo'n jaar. Hè. Henk Palm twijfelt zelfs of de pogingen de daders te achterhalen en te berechten wel zin heeft. Deze mensen zijn niet te berechten. Maar ze hebben moord op 300 mensen gepleegd. Hoe weet je dat genoeg? Moet je 10 jaar vastzetten? Lost niks op. Moet je 30 jaar vastzetten? Lost niks op. Je kunt ze ook niet in vrijheid laten lopen, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat we er nooit te nimmer achter komen. En daar moet je mee leren leven.